Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik weer gezellig met Bo. Lang geleden. Ja. Mukbang. Voor de mensen die het misschien niet zijn ontgaan, Bo en ik zijn de laatste tijd helemaal samen aan het sporten en aan het trainen. En het leek ons leuk om gewoon tijdens een mukbang alle vragen te beantwoorden, want we krijgen echt veel vragen daarover. Dus we hebben lekker lunch gehaald bij Joe. We hebben echt alles van het menu, volgens mij. We hebben allemaal lekkere leuke drankjes besteld. Ja, we hebben een pumpkin spice latte. Een vanille matcha oat. Dit is de Prince of Green of zo. Eigenlijk eerst gewoon dit. Ja, maar toen zagen we... Toen dachten we, kunnen we ook nog iets anders proeven. Ja. En we hebben lekker broodjes. En nou, ik heb en nog die bol. Ja, oh ja, en nog een avocado bol. Ook even een... Wat cute. Ach, dit is echt heel leuk. Oh jongens, ik heb zoveel honger. Dat is echt... bizar. Dus kijk, deze met onion. Oh ja. Maar hebben deze dan geen rietjes? Dit is altijd een wat frisser sapje. Oké, ik ga even beginnen met deze pumpkin spice. Ik heb nog geen pumpkin spice op dit jaar. Oh, het ijs is natuurlijk helemaal gesmolten. Oh ja, ik moet dat wel even. Lekker. Ja. Maar hij is wel een beetje waterig geworden. Ja. Ik vind die van de Starbucks wel echt 500 keer lekkerder. Ja. Bij elkaar was allemaal echt bijna 50 euro, hè? Het slaat toch helemaal nergens op. Echt nergens op. Zo duur. Die is niet zo bijzonder. Ja, dat vind ik zo lekker. Ja, deze is niet zo bijzonder. Ja. Nou, dit is lekker. Vind je matcha ook lekker? Laatst was het met jou, nou, dat weet ik laatst. Ik vind hem ijs wel lekker. Ja, maar dat snap ik wel. Heel veel mensen hebben dat hoor. En dan wel met een zoetje. Met een zoetje of zo. Of vanille of iets. Mm. Dit is heel lekker. Dit is de vanille met oat. Ijs. Ja. Ook. Ja. En deze. Dat is heel... Ja, dit is gewoon een soort komkommershapje. Ja. Misschien leuk als eerste vraag. Of in ieder geval voor de mensen die het niet weten. We gaan meedoen aan Hyrox. Ja. Daar zijn we eigenlijk heel erg veel voor aan het trainen. Ja. Daardoor zijn we eigenlijk ook gestart met hardlopen. Ja. Iemand vraagt hoe wij erbij zijn gekomen om dat te gaan doen. Ja, dat vroeg laatst ook iemand van ons. En we zijn er samen een beetje opgekomen dat we dachten van dat we dat erg voorbij zagen. Volgens mij kwam jij er wel mee. Ja, dat ik het voorbij zag. Volgens mij zag jij het voorbij. En toen zei ik volgens mij meteen van, oh, dat vind ik ook, of dat lijkt me ook leuk. Ja, toen dachten we, dat moeten we gewoon samen gaan doen. Ja. We weten ook niet precies meer. Dus het moment, echt, het was niet echt het moment dat we zeiden, oh, we gaan ons nu aanmelden. Ja, of oh, dat kennen we allebei. Daar gaan we ons... Nee. Gewoon dat ik het erg voor een beetje voorbij zien komen. En dat ik tegen Saar zei van ja, dat is leuk. Ja. Dat we zeiden inderdaad dat... Wat ben ik aan het doen? Ik ga het doen. Nou, ik ga even één hap nemen trouwens. Cheers. Zo lekker. Ik heb trouwens... Een pickled onion. Zo lekker. Zo. Jalapeno. Lekker. Welk trainingsschema hebben wij gevolgd om hard te lopen? Hardloopschema? Nee. We hebben niet echt een schema. Een personal trainer wel voor de Hyrox, zeg maar. Die hebben we toen ontmoet bij de PFT. Hij deed ons echt voor gewoon alle oefeningen. Ja. Maar ook vooral het combinatie met elkaar. Dus hardlopen. En af en toe doen we ook wat met hem hardlopen. Ja. Hij heeft ons wel een beetje begeleid erin, maar niet echt een schema of Nee, niet een schema. We doen gewoon één. We doen bijvoorbeeld één keer een snelle, dan een long run. Dan gaan we lekker samen, dan gaan we lekker kletsen. En dan gaan we gewoon lekker hardlopen voor hardlopen. Want hij wel zegt dat we dan wel af en toe bijvoorbeeld dan echt die anderhalf uur moeten gaan hardlopen. Ja. Dus die anderhalf uur echt, zeg maar, van oefent. Dat heeft hij wel echt ons soort laat inzien. Want anders hadden wij dat nooit gedaan uit onszelf. Als we hem nooit hadden ontmoet... Zonder hem? Nou... Hadden we... We hadden het veel zwaarder daar gehad dan dat het nu gaat worden. Het wordt sowieso heel zwaar. Alleen nu weten we echt wat ons te wachten staat. Dus we weten gewoon dat het gaat pittig worden. Ook echt met het hardlopen hoor. Want ik had gedacht, oh joh, maar... Ik wil ook dit even proeven. Oh ja. Ik had echt gedacht van, oh joh, maar het is maar 8 kilometer. Ik ga niet meer dan 8 kilometer rennen. Zo had ik echt bedacht. Maar het is natuurlijk heel anders. Heel anders, ja. En we hebben ook wel echt een beetje... Maar wat is dit? Dit is een soort eiersalade. Avocado. Dit is de avocado bowl. En de avocado is eigenlijk ook een broodje. Alleen is het gewoon letterlijk alles wat op een broodje zit, maar dan in een bowl. Dus eiersalade, avocado, spinazie. Sriracha. Wil je het trouwens met uitproeven? Goeie? Ja. Wel lekker. Ja, ja. Het is wel lekker. Heel simpel. Het is meer een soort snack dit. Het is niet echt een lunch.
Nee, maar wel lekker. Klein. Voor een saladetje erbij. Maar gewoon lekker voor erbij. Ja. Nee, dus ik ben echt blij dat we dat hebben gedaan. Welke schoenen gebruiken jullie voor het hardlopen? We hebben hardloopschoenen gekocht bij Essex. Ja, en eigenlijk ook op aanraden van een personal trainer. We zijn nogal daarheen gegaan. En hij... Of die mensen hebben ons geholpen, we moesten zo hard lopen op de loop. Ja, je hebt daar een soort test dat je kan doen. En dan gaan ze het helemaal filmen. En dan komt er, gaat het of soort dat programma kijken hoe je remt. Wij remmen allebei toevallig een beetje met ons voet naar binnen. Dus dan heb je dus weer extra support nodig. Dus krijg je weer een schoen wat extra support geeft. Maar je kan echt naar elke hardloopwinkel en gewoon... Ik zou niet een schoen kopen omdat wij hem hebben. Want elk persoon is ook anders. Dus ik zou gewoon echt naar een hardloopwinkel gaan of naar een sportwinkel. En daar om advies vragen. Ik denk dat het inderdaad niet uitmaakt wat voor merk het is. Want Jason die zei ook een ander merk heel goed. Dus denk niet gewoon bij elke hardloopwinkel heb je gewoon een bepaalde schoen wat bij jou past. Ja. En dan moet je gewoon laten adviseren. Maar het heeft wel echt geholpen. Zo. Bij de daarvoor. Weet je nog dat ik dat helemaal... Helemaal die bloedteken. Ja. Dat was met onze snelste 5 kilometer, hè? Ja. Bo had gewoon een soort sportschoenen aan. Gewoon een soort, het waren geen hardloopschoenen. Nee, gewoon, gewoon sportieve schoenen. Gewoon sportschoenen, hè? En dan ging zij op rennen, op blaren, bloed. Oh, dat was echt heel erg. Maar het helpt wel echt, dat is wat ze zeggen, van goede schoenen, dat helpt echt. Ja. Ik zweer, door die schoenen... Ja, ik voel dat wel. Door die schoenen loop ik echt... Je voelt het een soort 10 keer zo beter kan rennen. Ja. Al wil je beginnen, investeer eerst in goede schoenen. Ja. Dat zou ik echt aanraden. Ja. Ja, iedereen vraagt om een goed schema. Ik ben al kapot na 2 kilometer. Wat helpt, bla bla bla. Wij ook. Wij waren ook. Ja, wij konden echt geen 5 kilometer rennen. En we moesten heel vaak stoppen en buiten adem en alles... Hoe vaker je het doet. Ja. Het enige wat helpt is door te starten. Door het gewoon te gaan doen. Dan moet je maar lopen. En dan moet je maar even op adem komen. Elke keer gaat het weer een stukje beter. Klopt, echt zo. Elke keer gaat het weer beter. Je moet het gewoon echt gaan doen. En misschien iemand vinden waarmee je het samen kan doen. Ja, of dat is wel echt leuk. Of waarmee je het kan delen. Zeg maar niet dat je altijd per se samen gaat. Maar alleen. Dat je, dat je of gewoon... naar een running club. Dat is ook echt super leuk. Mm-hmm. Dan ontmoet je weer nieuwe mensen. En dan kan je met hun een beetje meelopen. Iedereen is daar super altijd heel aardig. En heel erg supportive van je. Geef tips. Ja, en let's go. Je moet het gewoon doen. Dat is echt het enige. Er is niet een magische truc of een magische gouden tip. Waardoor en je opeens... sommige mensen vinden... Ja, de ene past zo beter dan bij de ander. Niet zo dat zeg maar dat iedereen het opeens zo leuk moet Het is natuurlijk ook best wel een hype nu. Ja. Het is echt een hype aan het worden hardlopen. En I get it, want ik vind het ook heel leuk. Maar als het niet jouw ding is, dan is dat ook oké. Ga lekker rondje lopen. Ook lekker de omgeving zien. En dan... wat wij ook wel doen... Is bijvoorbeeld in Noordwijk bijvoorbeeld hardlopen. Hmm. Of zagen dan hier lekker Amsterdam in het Vondelpark. Het is wel echt leuk als je zeg maar een andere omgeving hebt. Want ik heb dan ook bijvoorbeeld het rondje bij mij. Die zo'n 5 altijd kilometer. Altijd datzelfde rondje. Ja. Ik vind het echt niet leuk. Staat je gewoon tegen. Ja, ik vind het gewoon geen leuk rondje. Ik wil dat rondje niet rennen eigenlijk. Maar soms heb je bijvoorbeeld geen tijd om bijvoorbeeld eerst naar Noordwijk te rijden of zo. En dan daar weer te gaan hardlopen. Gewoon makkelijk. Het is ook wel echt leuk om ergens anders dus gaan hardlopen. Ja, of gaan naar Amsterdamse bos. Of bij de Utrechtse Heuvelrug heb je echt prachtige bossen. De Veluwe. Moet ook nog een keer doen. Ja. En dan, dat is ook gewoon echt leuk. Want dan, en vooral echt met samen met iemand gaan. Rennen gewoon rustig op een tempo dat je gewoon nog kan praten. Ja, dan gaan we elkaar kletsen. Dan vliegt de tijd echt voorbij. Dat is bizar. Ja. Dan vliegt de tijd voorbij. En in mijn eentje, dan duurt 5 kilometer al een eeuwigheid. Dat duurt heel lang. Ja. Ja. Ja, zo. Hoe bereid je je voor trainingen voor? Genoeg eten, maar niet te veel. En wel echt versen van tevoren, wat ik wel in ieder geval bij mezelf heb gemerkt. Is dat vroeger at ik eigenlijk niet voordat ik ging sporten. Want ik at gewoon niet in de ochtend. Ik heb heel vaak sportlesjes, dan at ik daarvoor niet. En ik merk wel dat ik echt zoveel beter presteer als ik iets van havermout of een banaan eet. Ja, nou wel sowieso iets eten. Mm-hmm. Ja. Maar verder bereiden we ons niet echt heel erg voor. Of een training niet, want... Nee. Ja, een ijsbad doen daarvoor, we wel vaker voor. Maar dat is gewoon ook leuk. Maar voor een training is het gewoon... Het is toch je training. Dus je wacht daar fouten maken. Je bent zeg maar gewoon echt aan het trainen voor iets anders. Dus niet zo dat we dan gaan voorbereiden. Dan gaan we voorbereiden, zeg maar, in de training. Mm-hmm. Niet dat je per se echt een voorbereiding hebt voor onze training. Nee. Omdat we ook zo vaak sporten. Ja. Zou dat ook niet realistisch zijn als je elke dag bijvoorbeeld... allemaal dingen moet doen voor je training. Want het moet Wij nemen wel in onze routine. Ja. We nemen wel allebei elektrolyten. Dat nemen we.
Omdat je veel vocht verliest. En creatine. Doe je dat ook elke dag? Nu? Ja. Goeie, hè? Een scoopje. Ja, het maakt gewoon naar niks. Het maakt gewoon letterlijk naar niks. Nee, het is ook niet vies, maar het is ook niet lekker of zo. Het is gewoon prima. Het is gewoon normaal. Iemand zegt ook, zien jullie op tegen de training of kijk je er naar uit? Nee, we kijken er naar uit. Ik kijk er zo erg naar uit. Ja. Het is gewoon bijna mijn lievelingsdag. Ik ook. We zijn ook zo met elkaar van, dat is ook even maar ander werk. Ik zou gewoon mijn werk bijna willen stoppen en dan gewoon... Alleen maar de hele dag weer de sporten. Ik heb ook dan bijvoorbeeld ik werk dan bijvoorbeeld thuis. Ja. En dan, als ik geen afspraak heb, dan doe ik gewoon natuurlijk mijn normale kleding aan. Ja. Maar als ik geen afspraak heb, dan werk ik 's ochtends thuis. En, ik ga pas om 5 uur weer nog sporten. Dan trek ik al lekker mijn sportkleding aan. En dan ik ook. Kan ik niet wachten tot 5 uur is en naar sporten. Nou. Ik vind dat zo leuk. Ik ook. En vooral echt de personal training. Ik weet niet hoe we dat opeens zo leuk kunnen vinden. Nee. Want vroeger vond ik dat echt. Denk het in, nou, mensen kennen ons. Nog. Mensen kennen ons. Want ik had ook in mijn vorige dat ik zei, hoe ben je zo omgeslagen van altijd met je vriendinnen zuipen en jullie haten sporten. Maar dat je opeens helemaal into sport bent. Nou. Maar ik denk echt omdat we iets hebben gevonden dat we gewoon leuk vinden. Ja. Stel ik wel eens elkaar dat ze echt zeggen van, nu, pas op dit moment, dan merk ik gewoon van, dit past wel echt wel. Ja. Dit is gewoon echt dit is mijn gewoon, leven. Dit is voor ons. Dit is dit wie ik ben. Gewoon, dit is gewoon dit echt... Ja. Dit is gewoon wie wij zijn. Maar dit is gewoon zo wat we leuk vinden. Mm-hmm. Ik heb dat nu helemaal zo ondervonden. Ik ben er echt gewoon blij als ik aan denk. We hebben ook zoveel leuke mensen ontmoet. Mm. Iedereen is zo support. Zeg maar, je zou denken in de sportwereld. Is een beetje een soort... Mensen zijn judgy of zo. Ja. Echt tegenovergestelde. Iedereen is mega supportive. Alles vindt iedereen leuk. Want ik bedoel, wij zijn ook nog maar net begonnen. Het is niet dat wij zieke atleten zijn of zo. Nee, mensen vinden het alleen maar leuk om ons te helpen. Zijn super geïnteresseerd naar hoe het gaat en zo. Nou, iedereen is altijd van, als ik bijvoorbeeld even last van dit heb en hoe gaat het met dat. Iedereen is zo erg, houdt er zo een rekening mee dat je echt denkt, nou. Maar echt heel leuk. Iedereen is er echt helemaal, het is zo leuk. En we mogen heel veel mensen mogen bijvoorbeeld sporten. Ja. We worden uitgenodigd. En dan zegt gewoon even ons een sportlesje doen. Ja. Ja, het is echt heel leuk. Heel dankbaar. Maar ik kijk wel echt het meest uit naar onze personal training. Maar omdat we ook gewoon echt een leuke personal trainer hebben. Het is gewoon altijd gezellig. Personal trainer is gewoon echt de beste. Ja. We sporten trouwens bij de Hybrid Athlete. Voor de mensen die het willen weten misschien. Dan kan je even Insta checken. Kom ook sporten. Maar hij is gewoon echt fucking gezellig. Maar hij is wel gewoon van, we gaan wel gewoon sporten. Weet je wel, het is niet dat het is alleen maar makkelijk. Nee, hij traint je wel echt. Nou, inderdaad. Dat je met kots in je mond staat. Ja. Ik kom gewoon, soms dat ik bijna gewoon echt denk van, kan niet meer. En dan zegt hij, maakt niet uit. Maakt niet uit, kots maar. Laat gaan. Ga maar gewoon kotsen. Je gaat gewoon door. Ja. Gaat gewoon door. Want dit gevoel ga je ook bij hybrids krijgen. En dan kan je niet zeggen, ik stop ermee. Nee. Want opgeven is geen optie. Nee. Dat gaat ook heet in mijn hoofd. Ja. Dat opgeven is geen optie. Ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen, dus ik moet doorgaan. Ja, het is gewoon... Maar dat is ook heel fijn. Zeg maar, hij is ook helemaal in precies hetzelfde fase als wij zijn. Hij gaat ook meedoen met hybrids. Hij heeft heel vaak meegedaan. Dus hij snapt zo goed waar je het over hebt. Zeg maar, hij... wat je voelt. Hij is, dat is gewoon heel fijn. Hij weet gewoon hoe het is. Ja. Dus hij zegt, ik heb dit ook gehad. Ik weet hoe het is. En jij hebt dan met je schenen blessure gehad. Hij heeft dat ook gehad, zegt hij. Maar het komt goed als je dit en dit en dit doet. Weet je al. Zelf had je misschien toch langer gewacht om misschien weer te gaan rennen. Maar hij zegt, nu heb je genoeg rust gehad. Nu moet je echt weer gaan rennen. Ja. Oppakken. En eigenlijk toen, dus toen ik ga rennen, ging het er eigenlijk weer een beetje uit, soort van. Ja. Ja. We vragen ook best wel vaak om advies aan hem. Van wat zou jij doen met dit of met dat? Ik vraag ook mijn leven aan hem. Ja. Lekker. Nee, niet zo heel goed. Dus zo lekker. Nou, neem lekker, joh. Hoe plan je dit om samen te trainen? Of hebben jullie geen verschillende werktijden? We trainen maar één keer in de week met elkaar. Dat is waar. We wonen allebei niet in Amsterdam. Maar anders is het ook wat. We wonen niet allebei bij elkaar. Ja, we wonen niet bij elkaar. Bo woont natuurlijk nog waar ik altijd mijn hele leven heb gewoond. En ik woon nu in Amsterdam. Ja, stel je zou wel dicht bij elkaar wonen, dan komt het ook niet altijd lekker uit dat je samen kan trainen. Maar vaak doen we eigenlijk wel één keer in de week hardlopen, op zondag of zo. Ja. En dan één keer in de week dan de trainen. Personal training. Ja, die training. Ja. En dat is vaak op de woensdag. En we plannen ook heel vaak gewoon vooruit. Dus dan bijvoorbeeld hebben we straks alweer een training. Oh, daar heb ik echt zin in. Oh. Zo zin in. We hebben dus straks weer een training en dan plannen we alweer in. We waren natuurlijk aan het bellen en dus dat is de hele tijd zo uitkijken. Ja, morgen trainen.
Ik vind het zo... Ik vind deze mismatch ook zo leuk. Ja. Omdat het over leuke dingen gaat. En je ziet ons ook helemaal opvleuren. Ik vind het geweldig. Je moet er weer over te praten. Ja. Omdat, omdat ik het gewoon leuk vind. Ja. Oké. Wat was nou de vraag? Oh ja, hoe we het plannen om samen te trainen? Huh? Dat ging echt heel erg om. Nee, dat was niet de vraag. Ja, toen hadden we het over. Oh. Dat we maar één keer in de week samen trainen eigenlijk. Ja. Dus hoe plan je het in? Ja, gewoon van tevoren inplannen. Dan zeg maar, dan staat het ook gewoon. Dan plan je, dan kan je daar ook weer omheen plannen. Dus. Maar en we zijn allebei wel flexibel omdat we voor onszelf werken. Ja. Dus dat scheelt ook. De, en we plannen het gewoon van tevoren in. Ja, echt vrij plannen. Ja, van tevoren inplannen. Dan kan je er gewoon rekening mee houden. Ja. Maar je hoeft echt niet elke training samen te doen. Nee. Dat is echt niet nodig. Want we kunnen ook gewoon los van elkaar. Ja. Iemand zegt, wat is je motivatie? Oh. 360. Wat voor nu, mij... Ja, Hyrox. Ja. Maar ik wil zeggen, wat voor mij ook wel echt helpt, is dat we het ook samen doen. Ja. Dat motiveert ook echt. Als je dit allemaal in je eentje had moeten doen. Hyrox alleen moet doen. Dat is echt een stuk moeilijker. Je doet het sowieso voor jezelf. Ja. Dus zeg maar, het is voor jezelf. Ja. Nu gaan we altijd wel echt samen. En wij hebben gewoon een hele goede band samen. Ja. Dat je dat samen kan delen wat we aan het doen zijn. Dat is toch wel ook echt wel heel erg. En dat je elkaar ook gewoon kan motiveren. En zeggen, kom op. Ja, doorgaan. Kan het en doorgaan. Ja. Dat je denkt, je kan het. Ik heb iets leuks. Ik dacht, want wij gaan zondag Tante Damloop doen. Ja. Dan gaan we met een zwart stift. Ja. Gaan we ook bij Hyrox doen. Gaan we opschrijven hier een tekst. Dus ik bij jou en je bij mij. Mag niet uit wat. Oh, leuk. En als ik dan niet meer kan, daar is rennen, kijken naar de tekst. Dat er, ik weet dat je het kan ofzo. Ja. Of gewoon iets leuks dat ik denk wat door jouw hand geschreven is. En waar ik dan denk, door. Oh, daar moet een TikTok of een ding van maken. Ja. Gaan we zo dat doen? Ja, want dat gaan we doen. Ik dacht dan, we gewoon zondag heel dag samen. Kan ik kijken en denk, nee. We gaan niet stoppen. En dan hoor je dat stemmetje in je hoofd. Ja. Brrr. Ja. En dan is het door jou, zeg maar, jouw handschrift. En dan leuke motivatie. Mm-hmm. Boe. Want nu drinken we bijvoorbeeld ook allebei geen alcohol. Nee. En dan helpt het ook wel echt dat je het allebei een soort niet doet. Ja. Dan is het toch wel een soort gezelliger dat je dan samen niet drinkt. Klopt. Op een feestje of een borrel dan dat je weer alleen bent. Zeg maar, dan kan het ook. We hadden inderdaad natuurlijk dat we dan niet gingen drinken. En dan ben je wel samen. Dus ga je samen even een alcoholvrije cocktailtje. Oh, dit is wel lekker. Ja, lekker. Ja, weet dan, je wel. En alleen zou dat ook gewoon kunnen. Alleen is leuker om het samen te doen. Het maakt het gewoon leuker. Zeker. Oh ja, hier zegt iemand ook, hoezo gemotiveerd vergeleken met vroeger. Oh ja. Ja, maar gek, vroeger hè? Was... Maar het is heel gek dat alles... Mijn leven is sowieso echt helemaal veranderd. Zeg maar. Ja. Ik ben gewoon niet te herkennen, zeg maar, met een jaar geleden. Nee. Maar weet je wat het ook is? Zeg maar, we zijn nu in ons 20 jaren. Dan leer je jezelf kennen. Ja. Zeg maar, in de puberteit ben je nog een soort juist tegendraads. Weet je het allemaal, hè? Ga je de grens opzoeken? Wij waren heel nieuwsgierig, allebei tijdens onze puberteit. We moesten alles meemaken, alles doen, alles helemaal gek. Ja. En nu hebben we een soort gezien van, nou, dat is eigenlijk niet. Ook niet, maar wel leuk om een keer geprobeerd te hebben, maar ik er gezien te hebben. Ik hoef nooit meer daar terug, zeg maar. Nee. Hoi, hoi. Even de laatste keer. Ja. Ja, het was echt heel leuk, maar ook de laatste keer. Ook de laatste keer. Gewoon deze keer, maar ook de laatste. Ja. Maar nu is het ook weer, in 20 jaren, dit is ook wel soms moeilijk, want soms zit je dan een beetje met jezelf in de struggles en niet helemaal lekker in je vel, of weet je het allemaal even niet, maar je leert jezelf eigenlijk echt kennen van wie ben ik nou eigenlijk, en wat vind ik leuk, en waar word ik blij van, wat wil ik? Zeg maar, je moet gewoon doen wat jou gelukkig maakt, en daar kom je gaandeweg gewoon een beetje achter, en dat werd ik gelukkig van uitgaan en leuk en op stap en keek uit het weekend ook en alcohol en bla bla. En nu zeg maar heb ik dat niet. Ik was heel gelukkig van sporten, vroeg opstaan, soms ondergang kijken, soms opgang kijken, zo vet vroeg. Ja. Dat je denkt, wandelen. Dat is echt, jij slaat weer door. Ja, ik ben echt zo'n ik ben echt een saaie wandelvriend. Die boring. Wat is saai? En dat vind ik. Ja. Ik vind dat leuk. Want sommige mensen ook. You turned into the boring friend, weet je wel? Oh, ja. Dus je bent altijd vroeg aan het slapen, gezond aan het eten, aan sporten. Een boek aan het lezen. Maar hoezo is dat saai? Want waarschijnlijk wordt diegene er heel gelukkig van. Dus dan is het toch niet saai? Dan is het toch super leuk? Nee. Mensen kunnen dat dus saai noemen, omdat dan bijvoorbeeld. Je kiest voor jezelf. Vinden mensen je dan wel saai? Want er zijn echt ook veel mensen die dat bijvoorbeeld niet doen. Ja. In een gemiddelde vriendengroep gaat het om
drinken, borrelen, leuk uitgaan, naar een festival gaan. Het is ook dan heel is leuk. Gezellig. Vind ik nog steeds heel ja, leuk. Ja, dat is mega leuk. Ja. Ik bedoel, dat zou ik altijd. Ik hou van gezelligheid en ja. mensen en leuk. Maar het hoeft niet altijd helemaal tot heel, het uiterste. Ja, tot het uiterste. Ik kan het echt net zo leuk hebben met een paar drankjes. Dan misschien nog wel leuker eigenlijk. Ja. Dan dat je helemaal door het geluid gaat. Ja. Wat voor cijfer geef jij deze? Ja, goeie. Ja, even hoeven. Ja, heel saai wel. Een 6. Ja, 5,5. Ik vind ook echt geen pumpkin spice eigenlijk, nu ik het zo proef. Die van de Starbucks is echt... Als je zou zeggen, het is karamel, zou het ook karamel ja. zijn. Nou, deze het minst. Ja, deze dit is... Dit kan je niet echt beoordelen, want ja, dit is gewoon... Hier zitten gewoon echt... Dit is de minst calorieën drankje van de Joe. Voor mij zit er echt komkommer, citroen en ananas. Het is wel gewoon gezond. Ja, lekker. Of weer gewoon een 6. Gewoon een 6. Ja, die hebben we daarna. Ja. En dan die. Ja, die vind ik denk ik echt wel een 8. Nog een van de 8,5 misschien zelfs. Ik vind het echt heel lekker. Ja. Ja, ja de vanille ijs. Vanille matcha oat. Vanille ijs matcha drink. Ja, de spicy tuna is gewoon... Wat vond je met die ui? Vind je dat lekker of minder? Ja, heel lekker. Ja, het is van dat pickled onion, dus niet echt zo'n scherpe ui. Nee. Dat, die vind ik gewoon een 10. Ik kan dat elke dag eten. Die is echt een 10. Er kan niks beters aan. Nee. Er kan echt Ik wil hem ook namaken, maar je moet gewoon die hebben. Ja, maar ik wil ook door dat brood en... Ja, tonijn. Try dan bijvoorbeeld... Ik zou bijvoorbeeld dan nooit, als ik dan ga lunchen... Een broodje tonijn. Een broodje tonijnsalade bestellen. Nee. Dat is heel raar. Nou, dat zou ik nooit bestellen eigenlijk. Nee, ik ook niet. En wat vind je van deze? De ja, lekker. Gewoon prima. Ik geef de bol, geef ik... De bol. Denk eens even. Ja. Het broodje is ook heel lekker. Het is echt meer een ontbijt. Het is ook echt een ontbijt item. Ja, meer dat is het lekker ei. Bij breakfast. Ja. Maar iemand hier zegt, hebben wel een beetje van wat eet je voor een training en hoe lang wacht je tot je trainen? Het is wel echt belangrijk als je echt een high intensity workout gaat doen. Dus hardlopen of een high rope training. Dat je echt wel ver van tevoren eet. Bijvoorbeeld nu eten wij om tussen 3 en 4 en dan gaan we om 6 sporten. Dat is echt perfect. Ja. Dus echt, dan kan het iets zakken, maar heb je wel die brandstof tijdens je training. Ja. En ik heb liever dat ik ervoor iets minder eet, maar wel gewoon vul het en dat ik daarna nog even lekker een avond. Dus vanavond ga je nog even lekker avond eten, weet je wel. Ja, wij kijken dan altijd, dus we kunnen dan heel erg uitkijken dan wat je daarna kan eten. Dat je dan lekker, dat je wel wat goed was gegeten, maar niet te veel. Anders, wij hebben echt heftige thema's soms. Ja. En dan ben ik al misselijk. Ja. En als je dan ook nog heel veel gegeten hebt of heel hard moet rennen, sprintjes sekken, dan dat is niet lekker. Nee. Dan sport je niet lekker. Nee, ik vind het echt veel lekkerder om een beetje nuchter. Ik ga nu echt zoveel sporten, dan mag ik daarna lekker een bord vol. Ja. Dat je mag eten. Misschien is dat ook wel per persoon verschillen. Maar ik zelf vind sowieso op nuchtere maag trainen wel chills. Ja. Niet helemaal nuchter, maar gewoon niet een vol gevoel. Ja, het is ook een beetje aan hoe laat je training is. Ja. Want als jij natuurlijk om 12 uur moet trainen of zeg maar om 9 uur moet trainen. Ja, dan eet je Dus als ik om 9 uur ga hardlopen of zo, dan eet ik om 8 uur ook gewoon mijn havermout. Maar dan neem ik niet zo'n kom havermout of precies. Zo. Dan zijn natuurlijk pas om 9 uur zelf je training hebt. Ja, dan kan je natuurlijk niet de hele dag niks gaan eten. Nee. Zo werkt het ook niet. Dus het ligt er ook wel een beetje aan wanneer jouw training is. Ik moet gewoon weer doen wat voor jou goed voelt. Het is echt met alles, met sporten en voeding. Dat is ook gewoon een beetje uitproberen. Ja. Dat is een beetje uittesten, zeg maar. Want we hadden de laatste 10 kilometer run gedaan. Nou, eerste keer onze run. Ja. Maar ik dacht, oké, we gaan even lekker heel goed eten. Lekker volkoren pasta met kippen, een dikke creamy saus. Nou, wij waren aan het rennen. En het is mijn slechtste run ooit geweest qua tijd. Ik had buikpijn. Echt zoveel buikpijn. Omhoog. Ja, het is echt heet om. Ja. Tijdens je run. Echt niet goed. Wat er uiteindelijk achterkwam, dat zeg maar je helemaal geen volkoren dingen moet eten. Nee. Want dat gaat hier op je darm zitten en dat ga je helemaal niet lekker van rennen. Je moet eigenlijk dus licht verteerbare dingen. Ja, dus gewoon witte pasta. Witte pasta met een rood sausje. Top. Ja. Wij hadden met cream en kaas en kip en gewoon het verschil in gezonde voeding en sportvoeding zijn echt twee verschillende dingen. Ik wist dat zelf ook niet. Ik had daar nooit bij stilgestaan. Nee. Maar sportvoeding is juist eerder lichtverteerbare dingen. Dus witte pasta, witte rijst, licht proteïnereep. Ja. Snelle suikers. En gezonde voeding, zeg maar, als je kijkt naar gezonde voeding, kan je beter een volkoren pasta nemen. Want dat vult langer, zitten meer vezels in, is meer voedingswaarde. Dus gaan minder snijden. Ja. Maar dat is ook weer met je uitproberen. En nu hebben we dus zondag de
die run. Dan tot Damlo. Gaan wij om 3 uur moeten wij beginnen. Dus dan gaan we gewoon lekker ontbijten. Rond 1 uur of 9, 10. Ja. En dan gewoon nog voor om 12 uur nog iets eten. Ja. Ja, misschien dat ik ontbijt met havermout dan. Proteïne, havermout, oats. Ja. En dan lunch misschien kunnen proteïne pannenkoekjes doen. Maken, ja. Ja. Hoe vaak per week sporten jullie? En bevalt dat goed of vinden jullie dat pittig? Nou, eerst deden we het 7 keer. Nou, dat sloeg. Nee, sporten elke dag. Maar niet elke dag een intensieve. Want rustdag zijn soms echt belangrijker dan. Ja. Want zeg maar, nu ook, want die zondag hebben we die run. En dan deze week gaan we gewoon bijna niet trainen. Nee. Ja, dan vandaag. Maar dan gaan we gewoon bijvoorbeeld schouders en zo trainen. Als je dus dan nu alweer zoveel gaat trainen, dan kan je voor zondag. Dus je hele lichaam al op. Dan is je lichaam al je energie op. Al weg. Ja, dus je moet daar echt wel een beetje een balans in vinden. En niet te willen. Want dat heeft dus ook geen nut. Want dan ga je dus al je energie al geven op trainen. En als je dan bijvoorbeeld zo'n wedstrijd of een run moet doen, dan kan je opeens niet meer. Ja. Dus daar moet je wel een beetje voor uitkijken. Ja. Het bevalt sowieso goed. Maar wat we wel vandaag tegen elkaar zeiden is, zeg maar, om dit voor de rest van je leven vol te houden, dat is niet mogelijk. Nee. Zeg maar, we sporten nu zoveel omdat we het ook heel leuk vinden. Maar na de highworks gaat het bij mij in ieder geval, denk ik, voor mezelf iets minder worden. En dan daarna bouw ik het weer een beetje op richting de volgende highworks in april. Maar ik denk wel bijvoorbeeld een beetje december. Dan is het een beetje ook de feestdagen. Dan ga ik mezelf ook iets meer een soort vakantie of rust gunnen. Ja. Van. Het hoeft niet. Nee. Elke dag, elke week helemaal zo. Nee, precies. Dan word ik meer ook, nu sport je echt meer met een doel. Ja. En met hardlopen ook. En dan word ik meer gewoon lekker hardlopen voor de leuk. Bijhouden. En af en toe gewoon lekker sporten. Om gewoon lekker onze spieren te behouden. Maar niet dat we helemaal elke keer. En nu willen we gewoon topfit zijn. Ja. Voor de highrocks. Maar kan niet altijd gewoon in topfit shape zijn. Nee. Dat kan niet. Nee. Dus. En dan moet je ook niet willen. Nee. Dus, ja, ofwel. Ja. Dus, ja, tenzij het je werk is. Ja. Precies. Dan kan je er nog helemaal in opgaan. Maar wij willen gewoon nog een. Letten jullie ook op extra aantal calorieën, eiwitten in jullie voeding? We letten wel echt op sowieso. Probeer elke maaltijd wel eiwitten te eten. Maar dit was ook echt best wel. Want tonicado zit natuurlijk tonijn in. Best wel veel eiwitten in tonijn. Nou, we hebben ei. En dan hebben we hier gewoon goede sapjes. Eigenlijk is het gewoon echt prima. Ja, dit is wel een iets hoger calorieën dan normaal. Dan normaal. Ik probeer, zeg maar. Ik weet bijvoorbeeld dat wat er in mijn kwark zit. Zeg maar calorieën. Dus dan weet ik bijvoorbeeld. Nou, dat is ongeveer 200-300 zeg maar per ontbijt. Ja. Nou, een snack weet ik ongeveer dat het tussen 100 en 200 calorieën kan zijn. Dat weet je. Kijk je dan gewoon een beetje naar. Ik ga het niet helemaal uit. Rekenen. Nee. Maar ik doe bijvoorbeeld wel mijn kwark, doe wel afwegen. Om die flavor drops, dat is het gekke in. Ja, dat is zo'n uitvinding. Oh, dat is zo lekker. Niet ik heb een boterkoekje. Ja, dat zijn ook, is ook echt een tip. Kijk naar opties om het gewoon lekker te maken. Want je hoeft niet, zeg maar, vies te eten. Nee, je hoeft geen droge kwark te eten. Als ik een bak kwark eet, los. Ja, dat zou ik echt niet volhouden. Nee, dat is echt niet zo lekker. Voor. Maar ik doe er dan een flavor drop met cheesecake of witte chocolade in. Ja, of boterkoek heb je. Nou, nu een boterkoekje. Alsof ik gewoon een boterkoekje, een hele bak boterkoek aan het eten ben. Ja. Met een beetje fruit. Nou, ik kijk. Moet mijn bed uit, want ik wil gewoon. Ja, die maakt ontbijt. Ja. Ja. Dat is gewoon echt. Ja. Ja. Ja, je hebt zoveel. Je hebt superveel zero opties, superveel light producten. Ja. Met kaas ook. Je hebt gewoon 30 plus kaas, een beetje geraspte kaas. Kun je of echt mozzarella light. Cottage cheese light. Ik heb ook iets heel lekkers nu. Die flatbreads. Oh ja. Dat is dan. Kan je 2 nemen. Dus dat heb ik gisteren gedaan. En dan maak je er pizza van. Oh! En dan doe je dus tomatenpuree eronder. Sausje. En dan heb ik dus kipfilet als soort van als salami. Ja. En dan een beetje tomaatjes. Allemaal kruiden. Nou, dat is zo lekker. Ja. En dan mozzarella light. Ja, je kan sowieso op het internet ook echt 101 chillen recepten vinden. Het is echt, als je er een beetje in verdiept. En kijk, op een gegeven moment, als je er een beetje dus in hebt verdiept, weet je ook wel wat je wel niet kan eten. Ja. En wat hoog in calorieën is, wat minder. En ik bedoel, het is ook niet erg om soms wel wat dingen te eten wat hoger in calorieën is. Het gaat ook een beetje om balans. Ja. Maar als je er gewoon bewust van bent, dan weet je gewoon wat je in je lichaam stopt. En weet je gewoon dat het goed kan. Ja. Wij al voor de high rocks hardlopen? Nee, dat deden we dus niet. Nee. Was het beginnen zwaar? Het beginnen, het hardlopen vond ik zwaar. Maar de high rocks trainingen eigenlijk. Iemand zegt ook wat onze ervaring met stoks sokken zijn. Ja, heel goed. Ja, want ik heb echt wel last gehad van die blessure. Ja. En met die sokken aan voel ik zelfverzekerd. Ja, veel stabieler of zo. Ja, dat is echt top. Ik zat te denken, moet ik dat aandoen tijdens high rock? Zie je wel, sommige mensen doen. Ja, je moet ook gewoon veel lopen, waarom niet? Ja, dat was wel leuk, een stuk samen. Ja. Want we gaan. Ja, dan moet ik eigenlijk diezelfde die jij hebt ook.
Was jullie hartslag aan het begin ook hoog? Ja. Ja, mijn hartslag is nog steeds. Mijn hartslag is echt maar dat hoog. Dat gaat niet opeens, nee. Zeg maar. Dat is. Maar dus hetzelfde met die training. Hoe hard je er, hoe vaak je ook traint, hoe hard je het doet, elke keer blijft het gewoon nog steeds pittig. Alleen je weet hoe je weer omgaat. Maar je weet dat je het kan. De laatste training hebben we wel weer met zwaardere gewichten gedaan, hè? Mm-hmm. We hebben gewoon met mannengewichten gedaan. Ja. Dus het is, volgens mij wordt de training ook wel een soort ongemerkt steeds iets zwaarder. Maar moet je dus nagaan, als je dus dan een vrouw bent en je doet dan met een dubbel mee met een man. Ja. Moet jij dus die bal van 6 kilo in de lucht gooien. Die kreeg ik gewoon niet de lucht in. Nee. Ja. En de vrouw met drie ronden. Hoe letten jullie goed op je ademhaling? Dat is toch ook het begin. Dat was heel lastig. Ja, maar nu heb je er toch bijna geen last meer van. Ja, dat is denk ik toch opbouwen van conditie. Ja. Toch? In het begin was ik altijd buiten adem. Maar ik adem zo. Ja. En dan zegt Saar, in door die neus, uit door die mond. Kijk naar die horizon. En ik maar, komt goed, komt goed. Ik kom bij mij klaar. Dat is ook gewoon vaker doen, denk ik. Ja. En er dus mee om leren gaan. Gewoon dat je rust moet pakken, want anders kost het alleen maar meer energie als je heel raar gek gaat ademen of zo. Nou ja, je moet je lichaam gewoon goed zuurstof geven. En als je helemaal zo gaat hyperventileren, krijgt het eigenlijk helemaal geen zuurstof. Als jij gewoon goed diep inademt alleen maar en goed uitademt. Ja. Iemand zegt, trainen jullie op hartslag? Ik struggle echt op mijn zone 2, omdat mijn tempo dan zo laag is. Nou, dat moesten we dus van onze personal trainer gaan doen. Ik heb het 1 keer geprobeerd. Het ging niet. Nee. Met Bo, toen had ik wel een zone 2 gerend, andere Bo. Ja. Maar dat was een pace van 8. Ja, dat was dus, nou, het was niet altijd 8. Dus het was lopen, rennen. Oh ja, maar gemiddeld. Maar ik zou dat in mijn eentje 8. Dus zo saai vinden. Ja. Dat vind ik zo saai. Ik met iemand. En toen de tweede keer ging dan een pace van 6:30 rennen. Ja. Maar dan zat ik alweer in zone 3. Ja, dus dat is eigenlijk alweer niet goed. Nee. Terwijl 6:30 zou een heerlijke pace zijn. 6:30 moeten we eigenlijk een beetje. Dan. Het zou echt heel leuk zijn als we een beetje bij elkaar kunnen leven. Ja, dat zijn ook met die 10 kilometer. Ja. Oh, dat was ook niet gelukt. Ja, maar toen wilde je echt nog een tijd neerzetten. Ja. Maar nu, nu moet ik nu wel beseffen. Nu ook wel een tijd neerzetten. Nee. Ik wil eigenlijk binnen 1,5 uur, maar dat is wel heel snel. Ik ben gewoon, ik zeg dan, ik ga het rustig aandoen. Maar op het moment dat ik er sta, ben ik zo fanatiek. Dat ik denk, ik ga nou godverdomme. Ik kan eigenlijk beter iets eerder beginnen dan dat jou halverwege denk. Want we het samen kunnen afmaken. Ja, maar op het einde trek ik altijd een mokersprint. Dat heb ik bij de 10 kilometer ook gedaan. Ja, tuurlijk. De laatste kilometer. Ja, de laatste kilometer. Ja. Maar dan moet je eerst nog 15 kilometer gewoon normaal, hè? Je verkijkt je echt op 16 kilometer. Nou, ik heb het al 2 keer gelopen hoor. Ja, ik dus nog niet. Maar toen heb ik wel 2 keer samen met iemand gelopen. En dan gaat het wel een soort makkelijker. Nu sta ik er helemaal alleen voor. Je kan gewoon bij lopen, maar tenzij jij gewoon... Nou, we gaan scheid. Hè, tenzij ik. Jij denkt scheid aan mij? Ja, dat denk ik sowieso nooit. Oh. Tuurlijk denk ik niet scheid aan jou. Maar als ik denk, ik kan harder, dan wil ik er wel gewoon meer uit halen. Ja, dat is het gewoon. En dan ga ik achteraf spijt hebben. Ik denk, godver, ik kan harder kunnen lopen. Nou, echt superleuk. Bedankt voor al jullie vragen. Heel leuk. Dit vond ik heel leuk. Ja. Als jullie het leuk vonden, vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te geven. Op mijn kanaal te abonneren. Je kan ons allebei volgen op Instagram. Wil je meer kijkjes achter de schermen of gewoon van ons leven zien? Moet je dat lekker doen. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!